dweilen op de Pippi Langkous manier. Of mijn kledingkast. Of mijn kamer. Oh god, ja, mijn haar is nog steeds zo. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met een... Wauw. Slag. Wat is de planning voor today? Vandaag hebben we een opruimdag. Dat wist Jola nog niet, maar dat weet ze nu dan. Wat? Waar gaan we opruimen? Nou, wat denk je, mevrouwtje? We gaan de hele woonkamer goed opruimen en eigenlijk proberen het hele huis. Let's get started. Jola die mag beginnen om haar speelgoed allemaal op te ruimen. Deze, want die staat al mega lang onder die tafel. Altijd proberen we om al Jola haar speelgoed in die twee kastjes te doen. Dat is haar, zeg maar, haar kant. Die twee deurtjes. En alles wat niet daarin past, dat moet ze in de kamer bewaren. En dat geldt voor nu dus ook weer. Dus ik wil dat al het speelgoed wat ik zie staan in de woonkamer, gaat allemaal naar je kamer. Dit komt sowieso uit je kamer. Dus dat moet allemaal naar boven. En ik ga beginnen met de keuken. Want ik wil altijd dat eerst de keuken helemaal leeg en schoon is. Voordat ik begin met de rest van het huis. En wat ik dan wel begin te doen is alle dingen die in de keuken horen verzamelen uit huis. Dus bijvoorbeeld deze. Die gaat alvast naar de keuken. En omdat Jax bijna 6 weken is, of 2 dagen. Let's start it. Ik ga alle slingers weghalen. Nee! Vanaf 21 februari hangen de slingers al. Nee, we bewaren alles. Die kunnen we wel laten hangen nog, vind ik. Boy. Echt. Goed opruimen doe ik trouwens altijd het liefste in sportkleding. Maar nu heb ik ook wel redelijk makkelijke kleding aan. Sportschoenen. Maar nu ben ik op mijn blote voeten, want het is super warm. Ready to go. Keuken zijn trouwens twee manieren van opruimen. Je hebt de snelle manier. En dat is gewoon dat de dingetjes een beetje langs de zijkant staan. En dat het opgeruimd is en dat de afwas weg is. Dat is een beetje de Bart manier. En dan heb je ook nog echt een goede manier. En dat is dus echt als zoveel mogelijk leeg is, eraf is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat soms de kastjes dan wel heel erg vol zitten. Oké, bij de keuken hoort ook meteen even in de koelkast checken wat er allemaal weg kan. Deze gebruik ik dus, die is van Action. Voor het schoonmaken van de keuken heel vaak. Die staat gewoon altijd overal. En dat is gewoon super makkelijk. En nu ga ik het huis door met een vuilniszak. Deze tip had ik van Marcia, hele handige tip. Alles wat naar boven moet, dat gaat in deze wasmand. En dat is wel handig, want anders dan is op een gegeven moment de hele trap volgebouwd bij mij. En dan moet je alles zo los meenemen naar boven. En nu gaat alles gewoon zo hierin. Dit lag allemaal op de afzuiger, dus dat ga ik even sorteren. Nou, mijn sieraden, die gaan naar boven. Dit gaat naar boven. Dit gaat naar boven. Daar de make-up. Dat gaat naar boven. Nou, dan zijn we aangekomen bij de bank. Nou, zoals je ziet, daar liggen allemaal dingen. Die gooi ik weg. Ik neem aan dat die wel gelezen zijn hier. IJsstokje. Bart laat altijd alles slingeren. Alles, ook echt zijn kleding en zo. Maar volgens mij schijnen meer mannen dat te doen. Dit knuffeltje. Eerst maar eens even alles leeghalen. Moeten we eigenlijk ook maar even opruimen. Weet je, dat is altijd zo irritant. Dan begin je en dan zie je allemaal andere dingen. Voor de kaarten heb ik een doosje. Dat heb ik toen met Jola ook gedaan. Dat heb ik op een gegeven moment gewoon alle kaarten in een doosje gedaan. Dus hier gaan alle kaartjes in die we voor Jax hebben gekregen. When I see the trees, the leaves are even greener, the flowers seem to smell a little sweeter now. Each day is radiant and new. Life's a little better with you. En omdat Jola altijd, ik Jola de haar altijd beneden doe, hebben we altijd een kistje hier staan met Jola de haarspulletjes.
Ik heb ook de muur eventjes veranderd. Hier zaten eerst alle foto's, de echofoto's. En nu heb ik het veranderd voor de fotootjes die we hebben van het kraambezoek wat is geweest. En nou ja, verder zijn we nog even bezig met de haarspullen uitzoeken. Hier op tafel nog wat spullen uitzoeken. En als ik dat heb gedaan... Oh ja, de kast heb ik ook nog gedaan. Die is weer redelijk netjes. Dus dat ga ik straks even verder opruimen. En daarna begin ik met alles stofzuigen. En na het stofzuigen, dan begint pas echt het schoonmaken. Dus het dweilen enzovoort. Dit heb ik trouwens ook altijd voor Jackson spulletjes. Heb ik twee mandjes. Eén mandje heb ik eigenlijk altijd met verschoningsspulletjes. Dat is wel makkelijk om gewoon beneden ook te hebben. Matje dat je hem op de bank kunt verschonen. Altijd even wat luiertjes en ja, doekjes enzovoort. En dan heb ik ook nog dit mandje. De vitamine, de Infacool, mijn medicijnen, water, speen en tepelcreme. En... koelpet. En die sjouw ik eigenlijk meestal onder mijn arm mee wanneer ik naar beneden ga 's ochtends en 's avonds weer mee naar boven. Dus dat is wel handig om dan al die spulletjes steeds weer mee naar boven en naar beneden te nemen. Als je op meerdere etages woont en helemaal zoals ik slaap helemaal op zolder, dan is het echt heel prettig om gewoon die spullen in één keer bij elkaar te hebben. Zonder dat je het elke keer allemaal bij elkaar moet zoeken. Nou, ik ga nu eventjes Jacks voeden en dan ga ik even boodschappen doen. Lopend met de wagen en dan daarna kom ik weer terug met de rest van de schoonmaak. Tada! Alle boodschappen in de bakken. Kijk eens hoe handig. Ja. Yeah. En ik heb die erin. Helemaal vol. Heel handig. Ik ga boodschappen doen trouwens met de wagen. Ik wil niet meer zonder wagen. Deze Jules die wij hebben, die heeft dus die extra grote bak onderin en die kan je ook nog eens, als ik straks thuis kom, gewoon de afhalen zo en in de keuken neerzetten. Nou, ik blijf gewoon mijn leven lang boodschappen doen met deze kinderwagen. En dan gaan we weer verder met onze opruimdag. Hè? Ja. Want het is de opruimdag nog steeds. Maar ik heb eerst even lunch. Niet vergeten. Lunch. Ja. Ja, let's go. Let's go. Let's go. Glas en plastic. Niet in de glas toch? Ja. Zolder, want we doen ook nog even de was opvouwen. Ook nog even erbij. Jax is er ook bij trouwens. Hey Jax! Oké, nou volgens mij is alles zo'n beetje opgeruimd en stofgezogen. Dus, nou ja, de zithoek is helemaal gedaan. Een beetje saai. Zou leuk zijn om nog een beetje een plantje of zo op tafel te hebben. Maar dat heb ik nu even niet, dus dat niet. Wel mijn allerliefste, leukste decor taxi. Met ons Eve sleep kleedje. En Yola die staat klaar voor het dweilen. Dweilen op de Pippi Langkous manier. Die heb ik ooit een keer op AliExpress besteld. Echt super grappig. En ik ga dan dweilen met deze. Dat doe ik altijd gewoon in de wasbak. Een soppie erop en dan door de kamer. Alles reiniger voor de vloer. Ik heb kaars. Roze. Jullie gaan me nog heel vaak zien als ik hier zo langs kom. Ik moet goed onder de tafel. Au! Even uitkloppen en uitzuigen. Waar ik trouwens ook niet zonder kan, zijn deze. Gewoon van die hygiënische huishouddoekjes. Altijd als er iets is in huis, ongelukje, Dexie die heeft ergens wat uit enthousiasme laten lopen. Dan is het zo, woep, weg. De keuken is echt wel spik en span. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hij ook. Dat is Hans heeft voor kinderen. Kinderen, ja. Kan je bij de Action kopen. Ik moet zeggen dat de laadjes en zo wel allemaal heel vol zijn. Maar op zich vind ik mezelf wel redelijk georganiseerd met die dingen. Dit
Het is wel vol, maar ik weet op zich wel altijd alles te vinden. Daar heb ik dan wel eigenlijk nog die spulletjes voor Jola de Haar. Die zou ik liever in het kastje willen hebben staan. Maar oké, die staat al vol met spellen, dus dat is een beetje lastig. Zelf vind ik persoonlijk dit dressoir veel te groot voor hier. Want als het bijvoorbeeld alleen dit gedeelte zou zijn, en dat zou er niet bij zijn, dan zou het wat meer in het midden kunnen staan. En dan zou die plant gewoon op de grond kunnen staan. En dan was het allemaal wat, ja, wat mooier. Maar helaas, deze had Bart al. Eeuwig blijven kussen. Heerlijke bolle wangetje. Zo, nou, dit was mijn allereerste opruimvideo met twee kinderen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ga nog heel even koken. Dus ik laat nog heel even voorbij komen wat we eten. Want ik ga dus eventjes iets maken wat ik als tipje had gekregen van Laura vanmiddag. En wat we meteen gehaald hebben. Iets met notenrijst. En nou ja, je ziet het zo al voorbij komen. Maar ik wilde alvast even vragen of jullie het leuk vinden om vaker van dit soort opruimvideo's te zien. Want ik vind het zelf wel leuk om het van andere mensen te zien. Dus misschien dat jullie dit ook leuk vinden om te zien. En dan ga ik de volgende keer lekker het kantoor ordenen. Of de slaapkamer doen. Of mijn kledingkast. Of mijn kamer. Jouw kamer doe je maar zelf. Dit is wat je allemaal nodig hebt. Notenrijst, sesamzaad, halve persik, geroosterde paprika, limoentjes of deze, bosui, koriander, chilisaus. En let's go! Bart is naar de rollende keukens. Ik ga naar boven naar bed. Mijn bed inrollen. En Bart komt er straks ook bij rollen. En abonneer op mijn kanaal. Als je dat nog niet bent, zou ik heel erg tof vinden. En dan beloof ik weer leuke extra video's ook nog erbij te plaatsen. Binnenkort weer als ik tijd heb. Als het lukt. Maar ik moet zeggen, als de dagen zo blijven als vandaag. Hoe hij vandaag was, dan lukt dat zeker. Want hij was echt een engeltje. Maar nu ga ik hem zijn aandacht geven. Dank jullie wel voor het kijken. Doei doei. Mwah.